Um, Johan Walem, een punt tegen de landskampioen. Uh, hoe bleek je terug op die wedstrijd? Uh, ik vind dat het was een zeer uh, mooie wedstrijd voor ons. Jammer voor ons. We hebben niet gezorgd, we hadden drie of vier grote kansen. En daar uh, hadden we het, het verschil kunnen maken. Maar bon, uh, het is toch een goede punt, maar niet genoeg. Um, nu, we hebben echt wel bewezen dat we ook de organisatie kunnen neerzetten. Maar ik denk het wel, vanaf het begin van het seizoen. Het is uh, een organisatie. We moeten ook. Uh, uh, iets voorin, maar we zijn bezig uh, over dat te werken. En uh, daarom zeg ik, we moeten geduld hebben. En uh, we zullen zien een andere ploeg van Kortrijk volgende week. Maar we moeten nu ook niet vergeten, dat, uh, dat is ook de uh, transferperiode. Het is nog niet gedaan, en het is niet gemakkelijk. Ik denk dat uh, er is al een nieuwe ploeg uh, op het veld is. Het is niet dezelfde ploeg dan het hele seizoen. Het is niet gemakkelijk uh, om dat op te bouwen zo snel. En uh, we zijn aan dat te doen. We werken zeer hard en ik denk dat ik ook na de, na de stop voor de internationale wedstrijd, dan zullen we pas een nieuwe kort zullen zien. Het is logisch. Nu, uh, volgende week staat er een wedstrijd op mijn op het programma. Hoe bekijken we die wedstrijd? Ah, gewoon omdat we gaan drie punten nemen. Dat, dat was ons doel om die grote wedstrijd uh, te spelen en uh, proberen zoveel, zoveel als mogelijk punten te nemen. Dat hebben we gedaan tegen Ier, tegen Stana en tegen Gent. Jammer geniet, niet, niet, niet op brug. En dat hadden we iets meer verdiend. En nu tegen dan moeten we absoluut gaan winnen daar.